Lodewijk XIV was de machtigste Europese vorst van zijn tijd. Hij was een politiek voorbeeld voor andere vorsten en een cultureel voorbeeld voor de Europese elite. En de regeerperiode van Lodewijk XIV is het beste voorbeeld van het absolutisme. Het absolutisme is het streven van vorsten naar absolute macht. We hebben hier dus te maken met een politieke paragraaf, maar die macht van Lodewijk deed zich ook gelden in de economie en in de cultuur van Frankrijk. We zullen eens even gaan kijken naar hoe Lodewijk eigenlijk koning is geworden en naar wat dat absolutisme nou precies is. Lodewijk wordt geboren in 1638 en al op 5-jarige leeftijd overlijdt zijn vader en wordt Lodewijk de nieuwe koning van Frankrijk. Maar je kunt natuurlijk geen kleuter op de troon zetten, dus tot 1661 regeert zijn moeder in naam van hem en wordt Lodewijk voorbereid door kardinaal Mazarin op het koningschap. En zoals gezegd, in 1661, op 22-jarige leeftijd, zegt Lodewijk: vanaf nu ben ik de koning. De tussenliggende periode is heel onrustig geweest. Sowieso is het in Frankrijk in de eerste helft van de 17e eeuw heel onrustig. Er zijn heel veel godsdiensttwisten tussen katholieken en protestanten. En bovendien roert de adel zich regelmatig. Er zijn allerlei opstanden van edellieden. En een van de grootste opstanden is de Fronde van 1648 tot 1653. En Lodewijk maakt die opstand heel bewust mee. En als hij in 1661 koning wordt, dan zegt hij ook meteen: er moet een einde komen aan al die onrust in Frankrijk. En ik ga daarvoor zorgen. En die instelling zorgt ervoor dat Lodewijk uit zal groeien tot de machtigste vorst van Europa, zoals we bijvoorbeeld op dit beroemde schilderij hier rechts zien. Dit straalt een en al macht en gezag uit. De boodschap van Lodewijk vanaf 1661 was eigenlijk heel simpel: L'État, c'est moi. De staat, dat ben ik. Oftewel, ik ben het bestuur. Ik beslis. En dat principe noemen we ook wel het absolutisme. En het absolutisme is een regeringssysteem waarbij de macht van de koning niet wordt beperkt door een grondwet of door andere organen. Lodewijk kon dus alles in zijn eentje beslissen zonder dat hij ervoor met anderen moest overleggen. Er was bijvoorbeeld wel een Staten-Generaal in Frankrijk, maar Lodewijk hoefde die Staten-Generaal niet bij elkaar te roepen als hij dat niet wilde. Hoe kon hij dat nou zo zeggen en waarom pikte iedereen dat van hem? Dat kwam dat Lodewijk zich beriep op het droit divin, het goddelijk recht om als absoluut vorst te regeren. Lodewijk zei dat hij een soort plaatsvervanger van God op aarde was. Hij had van God de taak gekregen om van Frankrijk een groot en sterk land te maken. En als je tegen het beleid van Lodewijk in zou gaan, zei hij, dan zou je dus eigenlijk ook tegen het beleid van God ingaan. En dat zou natuurlijk niemand willen. We zullen nu eens even gaan kijken naar hoe Lodewijk Frankrijk dan precies veranderde. En dan kijken we natuurlijk eerst even naar de politiek. Ja, daar had Lodewijk één heel belangrijk punt wat hij door wilde voeren. Hij wilde minder afhankelijk worden van de adel. Die adel zorgde alleen maar voor onrust, had hij tijdens die fronde gezien. En daarom moest hun macht worden teruggedrongen. En hij liet het bestuur dus steeds minder door de adel uitvoeren, maar hij stelde steeds meer ambtenaren aan die hij naar de provincie stuurde om toezicht te houden op het bestuur en om het bestuur uit te voeren. Een tweede verandering die Lodewijk doorvoerde was misschien nog wel ingrijpender. De Franse koning was altijd afhankelijk geweest van de adel om het leger samen te kunnen stellen. Edellieden moesten met hem meevechten en moesten soldaten aanleveren. Lodewijk XIV maakte daar een einde aan, want hij maakte van het Franse leger een beroepsleger. Hij huurde zelf mensen in die voor hem wilden vechten. Lodewijk XIV probeerde met deze twee punten de macht van de adel dus te beperken, maar tegelijkertijd probeerde hij ze ook op een andere manier nog af te leiden. Hij had net buiten Parijs een enorm groot paleis laten bouwen, het paleis bij Versailles, en daar liet hij de adel naartoe komen. Hij hield er grote feesten met dans, met muziek, met toneel, en iedereen wilde daar graag bij horen. En terwijl de hoge edellieden dus aan het feesten waren in Versailles, was Lodewijk in hun gebieden bezig om het bestuur te veranderen. Nou ja, al dit soort maatregelen kosten geld, en de inkomsten van de Franse schatkist moesten dan ook omhoog. En Lodewijk keek daarvoor naar zijn adviseur Jean-Baptiste Colbert. En Colbert die kwam met het systeem van het mercantilisme. Dat systeem gaat uit van een heel belangrijk principe. Als je meer inkomsten wil voor een land, moet je zorgen dat je export omhoog gaat en dat je import omlaag gaat. Oftewel, er moesten meer Franse producten verkocht worden aan het buitenland en er moesten minder buitenlandse producten door de Fransen worden gekocht. Nou, om de export te bevorderen, zorgde Colbert ervoor dat er binnen Frankrijk steeds meer dezelfde regels in de economie gingen gelden. Tolbarrières moesten bijvoorbeeld opgeheven worden. En voor de import van bijvoorbeeld producten uit de Republiek of uit Engeland,
Daar moest voortaan veel belasting over betaald worden. De invoerheffingen werden flink verhoogd, zodat het de Franse bevolking minder aantrekkelijk werd gemaakt om buitenlandse producten te kopen. Ook op het gebied van cultuur liet Lodewijk XIV zijn macht gelden. Zo centraliseerde hij in feite de godsdienst. Hij had vele godsdiensttwisten in zijn tijd meegemaakt en hij wilde daar een einde aan maken en hij herriep daarom het zogenaamde Edict van Nantes. Een bepaling die 100 jaar eerder was opgesteld, waarin gezegd werd dat er godsdienstvrijheid was in Frankrijk. Volgens dat Edict van Nantes mocht je zowel katholiek als protestant zijn. En Lodewijk maakte hier dus een einde aan. Hij zei dat alleen het katholieke geloof nog was toegestaan in Frankrijk. Daar had hij twee redenen voor. Ten eerste was hij zelf katholiek, maar ten tweede had een protestant als Calvijn gezegd dat je in opstand mocht komen tegen een vorst. En volgens Lodewijk zou die bepaling natuurlijk alleen maar voor meer onrust kunnen zorgen. Daarnaast probeerde Lodewijk de Franse cultuur te versterken. En onder zijn regering bloeide de Franse kunst en wetenschap enorm op. Dat kwam vooral door de koninklijke academies die op initiatief van Lodewijk werden opgericht. In de Academie van de Wetenschappen, die we hier rechts zien, werden de beste Franse wetenschappers bij elkaar gebracht. Zij moesten gaan samenwerken onder toeziend oog van de koning. En we zien hem hier in het midden ook staan, terwijl hij op bezoek is in die Academie van de Wetenschap. Daarnaast kwam bijvoorbeeld ook nog een Academie van de Dans en van Theater. En ook daar hield de koning toezicht op. En als je zo naar dit hele plaatje kijkt, dan lijkt de invloed van Lodewijk XIV in Frankrijk enorm groot te zijn. En dat was hij ook. Maar tegelijkertijd behielden de adel en de geestelijkheid ook nog heel veel van hun oude privileges. De koning kon die niet zomaar afschaffen en zijn macht was dus niet onbeperkt.